De winnaar is... Er zit ook een juryrapport bij, dat lees ik even voor. De jury kiest unaniem voor een warm en aangrijpend televisiedrama dat je niet meer loslaat. De naturele acteerprestaties door een voornamelijk jonge cast, het prachtige script, krachtig verbeeld en verfilmd door een regisseur die zijn talenten razendsnel ontwikkelt. Het Gouden Kalf voor beste televisiedrama 2015 gaat naar Mees Pijnenburg. Geen koningen in ons bloed. Oh nee, helemaal niet. Ik weet niet. Oké, begin met de jury. Thanks! Ik hou van jullie, voor heel mijn leven. Ik heb het opgeschreven, want ik was echt... het feit dat de One Night Stands bestaan, daar wil ik heel graag... En dat wij de kans hebben gekregen dat we die mochten maken. Dan heb je het Mediafonds, het Kobofonds, het Filmfonds, de Omroepen. En het allerliefst de twee helden van de film. Jonas Smulders, jullie hebben hem al gezien. En Olivia Lonsdeel. Zonder jullie poëzie geen film. Zonder jullie liefde geen film. Zonder jullie alles geen film. Mijn wonderlijke, meest fantastische team. En dit kalf is natuurlijk... dit kalf is vanzelfsprekend van ons allemaal. Iris Otte. Ik kan je alleen niet meer zien. Daar natuurlijk. Die helemaal naar aarde kan bewegen en altijd vanuit je hart spreekt. Een heel Pupkin, Sabine Smits. Editor Imre Reutelingsperger, de beste editor van Nederland. Geluid Taco Drijfhout, die ook een kalf gewonnen heeft. Man of the match en meeste geluidsopwerken en baken in elke storm die we hebben beleefd. Cameraman Jasper Wolf, beeldkunstenaar van de hoogste orde. Bastiaan Kroeger, co-scenarist, wat een feest om samen te werken. Dan wil ik mijn ouders bedanken dat ze zo lief zijn. Mijn zus met wie ik al 26 jaar het leven bevecht. En mijn allerliefste meisje in de wereld bij wie ik de zoektocht naar de liefde heb mogen vinden. En die me elke dag verwondert. Dit kalf is voor liefde dat hij altijd mag zegenvieren.